Ik was al aan het praten, was hij nog niet aan het opnemen. Duh. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan naar Retour Fit. Maar dan niet vals. Maar het is Fit Retour. Oh shit. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ga even terugkomen op een eerder gestelde vraag. Ik vind het antwoord, ook al is het door de NS gezegd, al zegt iedereen het, ik vind het niet waar. Het klopt niet. Dit beugeltje. Ja, die. Ja, 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 tada. Kijk, ik heb een flesje, dat zien we even als een beker. Ja, het staat in de beugel. Hartstikke stevig. Kan geen kant op. Kan geen kant op. Kan die wel een kant op? Dan zet je hem gewoon nog een beetje meer vast. Staat hij lekker geklemd. Tada. En dan stoot je per ongeluk met je been. Koffie all over the place. Omdat mijn antwoord op jouw filosofische vraag nog wel lang duurt, ga ik gewoon jou heel even een beeldimpressie geven van het leven dat ik vastleg met mijn telefoon. You tell me you love me, you say you'll be true. Then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly. You're treating me mean, you're making me cry. I've made up my mind to tell you goodbye. But I'm no good without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the troubling kind. Antwoord op een filosofische vraag. Om te weten of dat een geluid is als een boom omvalt in een bos waar geen mens of dier is om het te horen, moet je eerst weten wat geluid is. Als ik dit laat vallen, dit rolletje plakband, dan horen we dat. Maar wat het rolletje door te vallen veroorzaakt, is trilling in de lucht. Die trilling gaat naar mijn oor. En in mijn oor wordt die trilling omgezet in geluid, zodat mijn zenuwen waarnemen dat dit ding valt. Dus heel erg sec gezien bestaat geluid niet. Als een boom in een bos omvalt zonder dat er iets of iemand is om hem te horen, is er dan geluid? Waarschijnlijk niet. Filosofisch gezien zou je dus kunnen zeggen dat iets alleen maar bestaat wanneer je het zintuigelijk waargenomen hebt. Net ontdekte diersoorten, die bestaan pas wanneer wij ze ontdekken, voor ons. Betekent niet dat ze er misschien al duizenden jaren zijn, maar pas als wij ze ontdekken, kunnen wij ze opnemen in onze kennis, bestaan ze voor ons, omdat wij ze nu pas gezien hebben. Ik zie jou nu niet. Jij ziet mij, ik zie jou nu niet. Maar ik heb jou ooit gezien. Dat betekent dat je bestaat. Het feit dat ik jou ooit heb gezien en weet dat je bestaat, wil niet zeggen dat nu ik je nu niet zie, dat je ook nog steeds bestaat. Al hoop ik van wel, want we gaan donderdag samen eten. De vraag voor deze week is als volgt. Waarom staat, als je lekker televisie zit te kijken een avondje en er komt reclame, wat tegenwoordig veel vaker en veel langer is, waarom staat de reclame in het reclameblok altijd harder dan het programma? Waarom? Waarom moet je altijd naar je afstandsbediening duiken om hem zachter te zetten omdat je anders gehoorbeschadiging oploopt? Waarom?